Waarom begint een toetsenbord met de letters QWERTY? Dit is de Universiteit van Nederland. Wat zien we hier? Een vuistbijl? Ik zou jullie toch iets vertellen over robotica. Zo zijn jullie binnengekomen met z'n allen, toch? Robotica en cyborgs en biomechanica en allemaal stoere dingen. En ik laat jullie een vuistbijl zien. Waarom eigenlijk? Nou, eigenlijk is die vuistbijl het eerste wat wij mensen verzonnen hebben als werktuig. Ik heb werktuigbouwkunde gestudeerd. Ik ben een werktuigbouwkundig ingenieur. Met als specialisatie mens-machine interactie. Dus ik kijk hoe mensen met werktuigen, zoals bijvoorbeeld zo'n vuistbijl, omgaan. Nou, die vuistbijl, dat is eigenlijk heel makkelijk. Hè? Dat kunnen we ons wel voorstellen, wat je daarmee doet. Je houdt hem vast en je kan er dan een beetje hout mee kapot maken. Of de schedel van de buurman of zo, als hij die maar aardig vindt. Maar dat is heel, heel makkelijk. Maar we zijn natuurlijk in de loop der jaren zijn we veel meer en veel gecompliceerdere werktuigen gaan maken. Daar kan je ook denken nu aan auto's en aan vliegtuigen en robots. Dat zijn ook voor mij werktuigen. En ik ben vooral geïnteresseerd hoe mensen met die werktuigen omgaan. Het punt is, mensen zijn heel verschillend in hun lichaam. Sommige mensen zijn sterker, sommige mensen zijn slapper, sommige mensen zijn groter, langer. Nou, dat is ook een vakgebied van mens-machine interactie. Dat heet ergonomie. Nou, dat kennen we eigenlijk allemaal wel. Hoe moet je zitten? Hoeveel mag je tillen? En dat is, nou, dat is ook lastig, maar daarbij kan je in ieder geval alles heel duidelijk meten. Hè? We kunnen meten hoe lang iemand is, of we kunnen meten hoeveel kracht iemand kan uitoefenen. Maar er is een heel ander belangrijk aspect aan mensen wat mijn vakgebied zo moeilijk maakt. En daar hou ik me wat meer mee bezig. En dat heeft te maken met wat hier zit. We zien hier bijvoorbeeld twee uitersten van het menselijk ras, zou je haast kunnen zeggen. Aan de ene kant Albert Einstein, die zijn hand er niet voor omdraaide om even na te denken over hoe dat allemaal ging met lichtsnelheid en het heelal en al dat soort zaken. En aan de rechterkant hebben we dan Homer Simpson, die toch wel een wat beperktere intellectuele vermogens tot zijn beschikking had en het al heel lastig vindt om niet op de verkeerde knop in de kernreactor te drukken. Je ziet, dat kan dus misschien ook niet alleen vervelend, maar ook wel eens gevaarlijk zijn als mens-machine interactie niet goed werkt. Het belangrijkste van dit college is eigenlijk dat jullie dat heel goed snappen. Mensen zijn heel verschillend, zowel in hun lichaam als in hun vermogens tot eigenlijk leren en omgaan met allerlei complexe situaties. Nou, dat klinkt al een beetje logisch. Maar het tweede belangrijke wat jullie moeten leren is dat mensen heel goed in staat zijn om zich aan te passen. Dat is eigenlijk onze grootste unieke eigenschap. We zijn heel goed in ons aanpassen aan onze omgeving. Dat is evolutionair gezien natuurlijk heel erg handig. Maar dat maakt mijn vakgebied ook lastig. Waarom? Omdat mensen zich ook wel eens aanpassen aan slecht ontwerpen. Moet ik even denken aan een grap van mijn vader. Mijn vader vertelt heel graag grappen. Van wisselende kwaliteit, vind ik zelf. Maar een aantal daarvan zijn toch ook zelfs handig bij dit college. Hij vertelde namelijk over een hele arme man die bij een hele goede kleermaker kwam. En hij zei, ik heb eigenlijk geen geld, maar ik ga trouwen met het mooiste meisje van de wereld. En ik wil graag een heel goed zittend pak hebben. En ik hoor dat jij de beste kleermaker van de wereld bent. Zou je me niet gewoon een pleziertje kunnen doen? Ik heb maar 10 euro, maar zou je niet iets voor me kunnen regelen? Nou, die kleermaker dacht, oké, goed, ik ga je proberen te helpen. Ik heb nog wel wat lapjes stof liggen ergens en dan gaan we iets voor je maken. Dus die zei, kijk hier zo aan deze kant, dan doen we zo dit lapje stof. Ja, het is een beetje te kort. Maar en aan de andere kant, dan doen we dan, die is een beetje te lang, maar ik ga wel wat maken. En dat zag er dan ongeveer zo uit. Ik zal het even laten zien. Ja, dat was een niet zo heel goed zittend jasje eigenlijk. Maar, die zei, als je nou een klein beetje zo deze schouder zo omhoog doet, deze zo, een beetje zo. En dan, hetzelfde voor de broek. En zo liep je de zaak uit. En de mensen op straat, die keken en die zeiden, ongelooflijk, wat een goede klerenmaker is dat toch. Dat hij voor zulke mensen zo'n fantastisch zittend pak kan maken. Nou, dat is eigenlijk een beetje de essentie van de problematiek in mijn vakgebied.
Hè, wij ingenieurs, ja, wij maken wel eens ontwerpen en daar past die mens zich dan weer aan aan. Maar misschien, ook al werkt het allemaal wel, is het eigenlijk niet het allerbeste ontwerp wat je kan maken. En hoe kom je daar nou achter? Nou, daar hou ik mij mee bezig. Een ander bekend voorbeeld van een soort ontwerp wat misschien niet helemaal optimaal is, dat is QWERTY. De QWERTY-oriëntatie van onze toetsen. Waarom is dat eigenlijk zo? Waarom is het niet gewoon A, B, C, D of iets anders? Nou, dat kan je hier zien. Dit is een van de eerste typemachines. Ze zijn er nog wel ouder hoor. En die heeft ook zo'n mooi QWERTY-toetsenbord. En ja, wat daar gebeurt, je kan zien eigenlijk hier, dat als ik deze toetsen indruk, jij kan dat heel goed zien, dan gaan er een soort hamertjes, hè, die gaan er nog tegenaan. Wie weet dat nog uit verhalen uit grootvaders tijd. En, maar het probleem was, dat moet allemaal naast elkaar, al die hamertjes. En als je dat dus heel snel doet, oh, nou daar gaan we al, dan zit het allemaal tegen elkaar aan. Dus als je heel snel tikt, ja, dan gaat het mechanisch gaat het allemaal niet goed. Dus het verhaal gaat dat ze daar misschien wel eens een klein beetje hebben gespeeld met hoe je nou kan zorgen dat mensen in ieder geval niet al die hamertjes tegen elkaar aankrijgen. En misschien ook wel dat mensen een beetje langzamer gingen tikken. Dat is voor dat mechanische toetsenbord zo gegaan, maar je ziet hier op mijn afkijklaptop, zie je ook hetzelfde QWERTY toetsenbord, wat dus al heel oud is. Nou, is dat het allerbeste ontwerp? Ik denk het niet. Het is eigenlijk heel onhandig. Misschien is het ook heel anders voor allerlei verschillende talen of zo, maar iedereen zit met QWERTY. Hè, dus er is een ontwerp gemaakt. Nou, uiteindelijk went iedereen, die past zich daaraan aan, maar is dat nou het beste ontwerp? Van het ontwerp afstappen daarna, nu we ons dat herinneren of realiseren van, nou ja, misschien kan dat anders. Dat is zo makkelijk nog niet. Je ziet hier bijvoorbeeld de Lava B5. Wie kent hem niet? Kom op jongens, de Lava B5. Te gek ding, toch? Nou, het is niet zo'n heel groot commercieel succes geworden. Als je goed kijkt, dan zie je dat er A, B, C, D, E, F allemaal naast elkaar staat. Ja, een innovatief ontwerp noemen ze dat. Ja, toch dachten mensen van ja, ik ben nou helemaal gewend aan mijn QWERTY-toetsenbord. Laat maar, ik vind het helemaal niet handig. Hè, dus de grap is, mensen kunnen zich heel goed aanpassen. Maar ja, aan de andere kant zijn ze soms ook een beetje lui. Want het aanpassen, dat kost moeite. En soms tijd en energie. En daar heeft niet iedereen altijd zin in. Eigenlijk komt het erop neer dat de huidige technologie, die gaat heel erg hard. We kunnen allerlei dingen verzinnen en allerlei dingen maken. Ingenieurs doen dat ook heel erg veel. Die maken van alles en nog wat. Maar ja, niet alles is even handig. En waar vroeger technologie de beperkende factor was, stel hè, bij dat mechanische toetsenbord, dat zie je hier ook bij een rekenmachine. Dit is een oude rekenmachine, dames en heren. Ook allemaal hamertjes en radertjes en allemaal gedoe. Ja, vroeger was dat hetgene wat het beperkte. En dan moesten mensen zich daar maar gewoon aan aanpassen. Dat is wat ingenieurs konden, klaar, niet zeuren. Maar nu zijn we eigenlijk zover dat we alles, ja, of nou, niet alles, maar we kunnen heel veel maken. Maar ja, wat is het beste? Nou, daar is mijn vakgebied, probeert zich erop te richten. Hoe maken we het zo dat het voor mensen het beste werkt, intuïtief? Die rekenmachines hè, die zijn nu in alles te verzinnen. Ook bijvoorbeeld in een, nou ja, hier een mooie telefoontje of zo, hè. Heb je ook. Het wordt extra lastig, dat kennen we allemaal bij onze telefoon, als er ook een beetje intelligentie bij komt kijken. Nou, intelligentie, dat zien we hier. Hey honey, how's the science fair? Well, pretty good actually. Abby got first for her erupting vagina. Oh my god, it's volcano. Stupid autocorrect. Nou, dat autocorrect, dat hebben we allemaal. Ik denk dat we allemaal wel eens meegemaakt hebben dat je iets intikt en dat je het gauw verstuurt. En ja, dat je een beetje te laat bent eigenlijk met het corrigeren. Goed, over telefoons gesproken, we zijn er nou toch mee bezig. Ja, zijn die nieuwe telefoons die allemaal gemaakt worden, heel handig, touchscreens en fancy allemaal, zijn die eigenlijk wel zoveel beter dan de oude telefoons? We kunnen een hele hoop nieuwe dingen mee, maar zou het ook zo kunnen zijn dat we misschien een aantal andere dingen niet meer zo goed kunnen? Nou, daarvoor wil ik eigenlijk twee mensen vragen om mij te helpen met een wel heel wetenschappelijk experiment. Kom maar eventjes op het podium, denk ik. Dat is wel mooi. Wij gaan een experiment doen, dames en heren, in sms'en. We hebben hier Sanne met de smartphone. Alsjeblieft, Sanne. Waar is die? Hier. Kijk eens. Nou, dat betekent goed geblindeerd, hè? En we hebben hier, wat was jouw naam? Roel. Roel. We hebben hier Roel met de, ja,
not-so-smartphone. Kijk eens, hier. Met allemaal toetjes die je echt kan voelen. Ouderwets. Ik voel me echt heel gedesoriënteerd. Ja? Oké, okay, nou, ik zal een beetje bij je blijven, dat je niet omvalt. Je gaat automatisch naar beneden kijken. Wil je een keer zeggen wat ik moet doen? Ja, de tekst is, goh, dat is eigenlijk heel logisch. Goh, wat interessant zeg. Nou, poepoe. Oké, okay, nou, daar gaan we. Ga maar tikken. Je hebt toch een smartphone? Ja, jij bent klaar? Nou, dan zal ik hem uit je hand pakken. Ja, dit is echt 100 jaar geleden. Je mag je blinddoek afdoen, hè? Ondertussen wel. Ja, ik kom er echt niet uit. Nee? Nee. Oh, ik ben ook niet eens aan het typen nu. Oh, je hebt een telefoonnummer gedaan. Ja. Nou, kijk, dit soort experimenten zijn natuurlijk gemaakt om te mislukken op het moment suprem. Ik wil even een applausje voor deze twee mensen. Het punt is, vroeger kon ik sms'en op de fiets. Hè, en kon ik voelen aan de knopjes waar ik ook alweer zat. Nou, je zei zelf al, misschien ben ik het een beetje kwijt hoe het ook alweer moet. Maar vroeger had ik daar geen enkel probleem mee. Nu, als ik sms op de fiets, dat doe ik natuurlijk niet. Dat is heel gevaarlijk. Maar dan moet ik dus ook telkens kijken of het allemaal wel goed gaat. Nou, dat zegt eigenlijk dat het heel fijn zou zijn als wij wat meer zouden kunnen voelen. Hè, dat gevoel wat er vroeger in die toetsen zat, dat was eigenlijk wel handig. Het is ook wel handig dat we nu eigenlijk allerlei soorten schermpjes en dingen kunnen maken, maar dat gevoel, dat missen we nou eigenlijk een beetje. Er is wel wat voor gemaakt, bijvoorbeeld een beetje swipen. Hè, dat lijkt er al een beetje op. Van, nou, we doen alsof het een stapel foto's is en dan swipe je dat weg. Dat is ook wel intuïtief en dat is eigenlijk zo handig dat zelfs een kind dat kan. En daar hebben we eigenlijk een mooi filmpje over, dat wil ik jullie ook even laten zien. Dit is een baby en die baby kan al uitstekend werken met een tablet. Je kan een beetje swipen en zoomen. En je ziet dus een tijdschrift. Dan zie je dat kindje proberen te zoomen, maar dat werkt dus helemaal niet. Je probeert een beetje te swipen. Dat werkt eigenlijk helemaal niet. Zelfs zo erg dat hij gaat twijfelen van, ja, hey, wacht eens even, ik kan niet zoomen. Huh, het stomme ding doet het niet. Nou, misschien is het eigenlijk wel mijn vinger die het niet doet. Even kijken. He, dus dat kan heel intuïtief werken, dit soort dingen. Als je dicht blijft bij fysieke interactie die we gewend zijn als kinderen al om te leren. Dus eigenlijk de conclusie van dit college, he, mensen passen zich aan. Kinderen leren, mensen leren, we passen ons aan. Maar we passen ons aan goede ontwerpen, maar ook aan slechte ontwerpen. En eigenlijk is gevoel in ontwerpen is heel erg handig. He, onze fysieke interactie met dingen is heel intuïtief. Dat maakt het heel makkelijk om te snappen hoe we moeten omgaan met de machines die we maken. En dat is wat ik probeer in mijn eigen onderzoek mee te nemen in het ontwerp van systemen. En dus eigenlijk probeer ik daarbij te kijken van, nou, stel nou dat we ons gevoel en onze reflexen en eigenlijk alles wat ons zo intuïtief laat bewegen, of we dat zouden kunnen gebruiken. Zou dat niet te gek zijn? Gebruiken we van alles. Voor autorijden, je hebt het gebruikt als je op de fiets naartoe kwam. Als je loopt, gebruiken we al die reflexen, alle informatie, zintuigen. En die kan je ook gebruiken voor bijvoorbeeld drummen. Dat ga ik jullie straks vertellen.